ligt het fundament van het Westen onder vuur. Overal in Europa fungeren de elites als beschermers van een ideologie die al 14 eeuwen lang uit is op onze vernietiging. Ik mag de zaal verlaten als u het geruisloos wil doen. Een ideologie die voortkomt uit de woestijn en alleen maar woestijnen kan voortbrengen omdat ze de mens geen vrijheid gunt. De islamitische Mozart, de islamitische Gerard Reve, de islamitische Bill Gates. Ze bestaan niet, want zonder vrijheid is er geen creativiteit. En ik geloof met alles wat ik in me heb dat de islam een ideologie is die zich vooral onderscheidt in moord en doodslag en die alleen maar maatschappijen kan voortbrengen die achterlijk en verpauperd zijn. En vreemd genoeg willen diezelfde elites geen slecht woord over deze ideologie horen. En mijn proces staat daarom niet op zichzelf. Alleen de onnozelen denken dat het een incident is. Door heel Europa, niet alleen in Nederland, maar in heel Europa vechten de multiculturalistische elites een totale oorlog uit tegen hun bevolkingen. Met als inzet de voortzetting van de massa-immigratie en de islamisering. Uiteindelijk resulterend in een islamitisch Europa. Een Europa zonder vrijheid. Eurabië. Overal in Europa gaan de lichten uit. Wie op eigen houtje denkt of spreekt, die loopt gevaar. Vrijheidslievende burgers die kritiek hebben op de islam, of zelfs maar stellen dat er een verband bestaat tussen islam en criminaliteit of bijvoorbeeld eerwraak, betalen een bittere prijs en worden bedreigd, vervolgd en gecriminaliseerd. Wie spreekt, wie de waarheid spreekt, loopt gevaar. Overal in Europa gaan de lichten uit. Overal staat een Orwelliaanse denkpolitie klaar, overal beducht op gedachtenmisdaden. Overal erop uit de bevolking terug te werpen binnen de lijnen waarbinnen men geacht wordt te denken. En dit proces, voorzitter, leden van de rechtbank, gaat daarom niet alleen over mij. Dit gaat over iets veel groters. Vrijheid van meningsuiting is immers niet het eigendom van de toevallige elites van een land. Het is een onvervreemdbaar recht. Het geboorterecht van ook het Nederlandse volk. Er is eeuwen voor gevochten en het dreigt nu te worden opgeofferd om het een totalitaire ideologie naar de zin te maken. En toekomstige generaties zullen toekijken en terugkijken op dit proces en zich afvragen wie aan de goede kant stond en wie niet. Wie kwam op voor de vrijheid en wie wilde de vrijheid in de uitverkoop doen? Overal in Europa gaan de lichten uit. Overal wordt onze vrijheid beknot. En daarom sluit ik af met de woorden die ik vorig jaar tijdens de regiezitting hier ook sprak. Het is niet alleen het recht, maar ook de plicht van vrije mensen zich uit te spreken tegen iedere ideologie die onze vrijheid bedreigt. Het is dus een recht en ook een plicht en ook mijn recht en mijn plicht als Tweede Kamerlid de waarheid te spreken over de kwaadaardige ideologie die islam heet. En ik hoop dat de vrijheid van meningsuiting in dit proces zal zegevieren. Ik hoop dat niet alleen ik word vrijgesproken, maar vooral dat de vrijheid van meningsuiting van zoveel Nederlanders en zoveel Europeanen zal blijven bestaan. Dank u wel. Dank u wel. Mogen wij dat epistel zo van u ontvangen? Misschien door de bode komt het wel halen. Ik hou u toch het volgende voor, meneer Wilders. Dit gehoord hebbende, u hamert er nogal op dat u hecht aan een vrijspraak. Begrijp ik dat goed? Zeker. Ja. Als er een preliminair verweer van u zou slagen, dan komt er geen vrijspraak.
Ik leg het maar voor. Ik heb met mijn cliënt... Ik wil hem graag in een goede positie laten. Dus. Nee, dat is, laat het duidelijk zijn. Ik heb besproken met mijn cliënt dat als je... Dat wijst u terecht op als je preliminaire verweren voert... en ze worden ook nog gehonoreerd. Wat ik... Zou kunnen. Zou kunnen. Nee, en ze worden gehonoreerd. Het zou kunnen. Dan kom je niet toe aan de... Aan de, laat ik zeggen, de achterliggende... De reden waarom men een vervolging geantameerd heeft. Dat weet meneer Wilders en hij heeft ervoor gekozen, in overleg met mij, om het juridische, om de juridische weg te volgen. En als die niet wordt gehonoreerd, die verweren, dan komen we bij de inhoudelijke kant. En in dat geval wordt die graag vrijgesproken. Met andere woorden, ik hoop dat de preliminaire verweren slagen. En mochten ze niet slagen, dan reken ik op vrijspraak. Goed. Ik dacht, het lijkt me goed om het toch even helder te krijgen. En weten we allemaal precies waar we staan.